Test. Zo, hij doet. Hij doet het. Wij zijn in de eten. Nou, we gaan in het begin. Die strooswaarden aanzetten. Weet ik dat zo? Kijk, nou maak je strooswaarden. Dat is nou niet bedoeld, hè? Want we gaan nu straks heen te versen, hè? Laten zien wat ik in Duitsland dus gedaan heb. Hè? Dat heb ik in Duitsland zelf gedaan. Ik ga straks naar Bos. Ik weet niet of dat in deze video komt. We zijn natuurlijk nog bezig. Dus deze hebben we overrijden. Dat is een beetje doen. Ja, ik ben er zo weer. Geef me op timelips, hè? Oké. Veel kijkplezier gewenst allemaal en abonneer allemaal voor meer mensen en deel allemaal de video met de social media. Hè. Bedankt hè, voor het kijken. We gaan zometeen verder. Ik ben even weg. daar ben ik weer. En dan weer verder. Zo. Dat is een mooi ding, hè. Daar ging hem leeg maken. Ik heb vandaag ook nog zoiets gezien, hé. En hij trekt niet snel op, dat denk ik. Vol maken. Zodat hij vol is, de bunker, en dan rijd je gewoon weer achteruit. Ja, wat dat doen. Oh, mooi. Abonneer ook allemaal even voor meer als je deze video leuk vindt, hè? En doe ik op die duimpjes heen, knapjes heen omhoog, hè? Doe je daar heen. Doe je daar heen. Weer verder gewoon, ja? Denk ik maar zo. Ik hoop dat het houdt voor staat. Ik wacht maar. Ik zet hem even midden neer van die biersen, dan heb ik toch geen last van. Hier in het midden. Zo. We gaan hem met de show voorheen. Wat een ding, hè? Deze is eigenlijk van Farming Simulator 2019, hè? Volgens mij was het zo. Volgens mij is het daarvan. Het lag zo mooi uit. Ja. Oeh, een botsing. Bossing. Ah, de band ook, ja. Dat is haar, ja. Amen, boxing. Boxing. Een klein hoekje, ja. safe. Plaatsen wagen met stro. Zo, parkeer nu hier maar even. Wat een ding, hè? Screenshot maken. Als dat wil, gaan we dan zien. Door de bogeltjes aan. Ga ze erop, meeuw. Ja? Hoi. Waar zit nou weer neer? Jullie net wat pro. Weer jongens. Volgende week ligt bij het strand in de stille Zuidzee. Ja. Ja. Of misschien wel in de Sahara. Ja? Dat weet men nog niet. Ja. Of misschien blijven we ook gewoon thuis. Ja. Blijven we thuis. Dat lijkt mij ook goed. We gaan niet op vakantie dit jaar. Ja. Dus, nee. Geld aan sparen. Ga niet op vakantie dit jaar. Oh, ook van die kaart. Dat is ook gegaan, hè? En mooi, mooi. Zo te wachten. Alleen maar een leuk jaar. Dan denk ik van, wat een beetje, dat ding staat halverwege. Nou, daar zal het schil wel weer neer naar je rietje straks. In je aanschrijven, hè? De baal is al uitgeklapt, hè? Oh. Een rondje van de zaak, hè? Een rondje van de zaak, dat doe je echt natuurlijk niet. Ik ben een beetje op de diesel aan het letten, hè? Ik ben op de diesel letten dan, hè? Naar hier inderdaad allemaal niks, hè. Ja, wat nou de bedoeling was, dat wij deze in het begin hierheen in een dag toefken en einde nog heen persen. En dan gaan we weer terug. Ah. We gaan kijken of daar straks veel met die bal oppakken. Ja. Als we bij de trekker zijn, gaan we eerst even stoppen. Kijk, hij komt er al in. De eerste paar keer in de maak. Hè? Kijk, als wij voorbij die kar zijn, dat de eerste bal er wel uitkomt. Bij de trekker. Ik heb gisteren nog een hele mooie videootje gemaakt. Echt waar. Onder elk detail, onder elke beeld zit geluid. Hè? En het komt ongeveer overheen, hè? Met de werkerij. Ook dat hij weer achteruit rijdt en zo. Ja, dat is wel goed gemaakt op zich. Ik was tevreden in ieder geval. Ik hoop dat iedereen die leuk vindt. Het is niet zo'n heel lange video. Maar het is wel een mooie video. Ja. Dat was een nieuwe videokaart die ik, die heb ik nu al een jaar in bezit, zo'n beetje. En ik ben heel tevreden ermee. Alleen als het warm weer is, dan wil de computer nog wel eens op een hobbel slaan. Get me full. Dat moet zomaar in stoom blijven. Maar hij moet voor ongeveer zijn aan het touw en plauwen en dan gaan we stoppen. Hè? Of moet hij stoppen. Dus ja. Dus wij gaan nu hem verder met persen. En dan ja, gaan we hem verder. Hè? Dan moet ik nog maar even kijken of ik nog een keepertje leeg heb breng straks. Maar ik wil eigenlijk eerst in persen. Ik wil er eigenlijk laten zien allemaal. Hè? Oh, oh, oh. Hij is niet aan, ja. Hij was wel aan, maar het bedenk was niet naar beneden. Nou, de ring naar beneden gaat, gaat hij opnieuw op. Neemt hij het opnieuw op. Ja. Zo, gaat eraf, hè? Draaien. Ik denk dat er ongeveer 2 tot 3 pakken per rij komen, hè? Dus misschien 4. Moet even kijken. Hij komt nog meer. Net 4. Zo. Zo, goedenavond. Als jullie deze video leuk vindt, abonneer dan ook even voor meer, hè? Mensen, bedankt. Ja, yes. Dus, hoi. Zijn er mensen die op vakantie gaan? Laat het even weten in de reacties, hè? Dat is helemaal mooi, hè? Vakantieverhaal of zo, hè? Was geen succes met die andere ding. Heeft hij allemaal wel kunnen zien natuurlijk, hè? Dus we gaan nu weer verder met dit combinatie, hè? Ik heb maar even mijn aanhanger metgenomen, hè? Met een verrijkertje, hè? Met een JCB hebben we nou bijna nog, hè? Extra materiaal hebben nou, en nou kunnen we zeker bal laden en nou komt dat allemaal goed, hè? Dus dan kunnen we met die ene, met die shovel kunnen we het groeperen. En dan zetten wij het driehoog weg en dan kunnen we dat met die klemmetje weer pakken, zeg maar. Dat is een beetje de insteek. Dus dat wij graag gaan groeperen en dat we met de Volvo het driehoog wegzetten. En dan kunnen we dat met die manietoetje weer oppakken. Hè? Dat is een beetje de idee. En ja, ik denk niet dat dat in deze video komt, hè, want dit wordt wel een aardig lange video zo. Hè? Het wordt net te ver doorgereden volgens mij. Helemaal niet. Nee, ik moet hier wel afstaan straks. En dan komen we er wel. Oh, we komen er altijd wel, een beetje langer. Duurt misschien wel over. De aanhanger bij ons. Ik denk van die moeten we direct maar meenemen. Hè? We gaan niet met halve vrachten rijden. Hè? Dus, nee. We gaan ook niet met te volle vrachten rijden, maar we gaan niet met halve vrachten rijden. Wat mijn oma dan altijd zegt. Goedenavond iedereen. Vind je deze video leuk? Abonneer dan nog even en klik ook op dat belletje. Dan krijg je een notificatie wanneer dat ik een nieuwe video upload. En dan ja, wordt het allemaal goed gedaan. Goedenavond, wat doen we hier? Goedenavond of goedemiddag, of wanneer dat je die video kijkt. Hè? Dan altijd nagekeken worden. Hè? Ja. En we hebben nu deze Volvo, we hebben niet de dikste Volvo, want deze gaat een beetje harder aan. Die andere Volvo gaat met 39 of zo, 35 of zo, weet ik veel. Nou, er twee aanhangers in het veld staan, moeten we straks ook weer allemaal weggehaald. Maar... we hebben nog wel twee aanhangers waar we ook stroom mee kunnen laden. Hè? En dat is onze beste manier. Hè? Hij doet niet. Hij doet het gewoon helemaal niet. Ik weet niet wat daar in dat systeem fout is, maar ik moet er maar eens in bezig mee. Ja? Dit werkt helemaal niet. Ik ga er binnenkort wel mee verder. Oké, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.